Keilijzanen, succes hè! De in totaal 800 deelnemers aan het wielerevenement doen verschillende plekken in Drenthe aan, zoals Gieten, Exloo en Amen, om uiteindelijk te finishen aan de Stadsbroek in Assen. De jonge renners uit categorie 4 waren voorafgaand aan hun 15 kilometer lange race gespannen. Spannend hè, nog 2 minuten voor de start? Ja. Wat verwacht je ervan? Veel. Ja, ga je winnen denk je? Dat weet ik niet, maar ik verwacht wel veel van. I think it'll be fast. You will be fast. Are you going to win? I'm not sure. Not sure, but there's a chance. Yes. De koers is spannend, de verschillen zijn klein en de grote groep renners maakt zich op voor de eindsprint. Kleurmachtig als hij er vlak bij. Het is Maud Rijnbeek, denk ik, voor Kleurmachtig al. Winnaar van categorie 4 wordt Maud Rijnbeek uit Amsterdam. Dat was leuk, werd wel hard gereden, er was best wel veel wind, maar zwaar. Hoe kan het nou dat jij gewonnen hebt? Wat is jouw kracht? Nou, ik weet het niet. Het ging gewoon goed vandaag. Ik had de benen. Dus, De Drentse deelnemer Jelle Hofstee uit Dwingelo valt helaas net buiten de prijzen. Hij eindigt als 4e. Ja, jammer. Het lukte net niet op de sprint. Ik had een gok gewaagd, maar het lukte niet. Net niet. Dat is heel jammer. Ben je ook echt teleurgesteld nu je net naast het podium bent gevallen? Nee, want volgens mij ben ik nu in het algemeen klassement weer naar boven gegaan. Van 8e naar, weet ik niet, 6e of zo. Dus daar ben ik dan wel blij mee. Maar alsnog vind ik het wel een beetje jammer. De Asser Jeugdtour duurt nog tot en met zaterdag.